Lieve mensen, we leven nog. We zijn sterven na dood, lieve mensen. Maar is de zondagavond, zijn we het zondagavond? Hebben we toch nog even onze laatste potten gespeeld? Het was niet best, we waren slecht, we gingen van 16-0 naar 20-3, omdat Frank zo nodig op de zaterdagavond zijn koppen af moest zuipen, lieve mensen. Wil jij nog een hele leuke video zien? Kijk dan vooral even de vorige video, want ik ben er persoonlijk erg trots op. Dames en heren, we zijn voorbij de 35.000 abonnees, mag ik jullie hartstikke bedanken daarvoor. En laten we dan even de intro gaan starten, dames en heren. En bij 1200 duimpjes gaan we morgen weer een nieuwe video doen. Ha! Omdat ik het dus even gemist heb met het begin. Nou, hij had dus uh, Insigne op goal vanwege zijn lengte. En Ronaldo en Henry had hij achterin samen. Hadden wel ambitie om al naar voren te gaan. Messi linksback en uh, of rechtsback. En dan had hij links linksbuiten en mee. Die ging heel vaak mee, dus die ging mee naar voren. En Fabinho vanwege zijn snelheid op de rechter. Zodat hij dan uh, de achterlijn voorgeven. Maar die voorzet kwam meestal niet omdat hij de achterlijn niet haalde. En Paschi was op het middenveld, maar dat was heel veel delay. Dus de andere twee kwamen ook te laat. Nou, dit was dus onze tegenstander. Staan nou eens even stil, man. Zenupees. Jezus, wat ben je allemaal aan het doen, man? Hartstikke vervelend. Kan ik heel slecht tegen. Maar ja, zo'n tegenstander was het dus. Volgens mij, aan zijn kwaliteiten te zien, was het. En ook aan mijn, zeg maar, dit was echt het perfecte voorbeeld van mijn huidige status. Dat is zeg maar zo'n fout. Maken elk weekend. Maar ja, dit zijn jullie wel gewend van mij natuurlijk. Maar dit was wel echt een gast die heel. Erg goed kon spelen. Hij kon gewoon heel erg goed spelen. En we moeten eigenlijk dan ook wel een beetje de, de meerdere erkennen daarin. Maar dames en heren, we maken nog wel 2-1. Met onze ster spelen, natuurlijk. Die altijd keihard is, lieve mensen. En uh, ja, nu ook met Harry maakt hij ook gewoon heel netjes. Maakt hij gewoon de 3-1. En we hadden ook niet zo heel erg veel te vertellen. Dus op een gegeven moment probeerde hij deze truc bij mij. Dacht Nou lieve mensen. Baas, je houdt het weer voor gezien. En de bon, fijne dag verder. We gaan weer lekker door naar de volgende pot. FC bal in je. Ba ja, wat, wat zijn dit voor namen? En dan denken jullie, ja, weet je, Frank. Jij hebt een veel beter team. Doe nou gewoon even een keertje je best. Dan gaat het wel goed. Maar we willen toch gewoon Elite 1 halen, lieve mensen. Kan niet meer, want we hebben al verloren. We hebben dus 4 points verloren. Hoogst haalbare is dus Elite 2. Moeten we nog wel even de overige 5 potten winnen? Maar. Is gewoon wel te doen. Uiteindelijk hier zo. de 2-0. Neymar, Onze vriend. Die knalt hem er natuurlijk wel even in. Hier zo. Marez. Hartstikke goed. Penalty. Wat doen we bij een penalty, lieve mensen? Juist. stiften elke bal. Dus deze ook. Hartstikke fijn. Ging ook lekker raak. Tikt aan. Uiteindelijk nog de 4-0. Zelfs deze jongen wil mij niet weggaan, lieve mensen. Neymar, Komt er maar. 4-0. Geen schijn van kans, lieve mensen. En wordt het dan zelfs 5-0? Is het zo'n dag? Akatje, komt maar en dan ja, als je deze keeper niet verplaatst, dan is het ook wel heel snel klaar, hè, lieve mensen. Je moet je keeper wel een beetje verplaatsen om kans te maken. Prima, hij maakt een goal, wij maken een goal. Uh, ze, ja, uiteindelijk komt hij nog of maken we maken nog zelfs een 6-1. Ja, wat is dit voor wedstrijd, lieve mensen? En dan uh, de porno. Kijk, ja, L1 R1 schoten, dames en heren. We zijn hartstikke goed. We zijn hartstikke hard. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon allemaal verpest en op de zaterdagavond onze koppen af moesten zuipen. Dus wat dat betreft is dat een leermomentje voor volgende week. Doe ik even wat meer rustig aan. En komen we even weer in de aanmerking voor de top 100. Want Elite 1 is makkelijk te halen. Als wij gewoon nuchter blijven in het weekend, dames en heren. We hoeven helemaal niet keihard onze koppen af te zuipen. Gewoon rustig aan. Mensen, ik, ik leef nog wat dat betreft. Ik ben naar de hel geweest zaterdagnacht. Lieve mensen, stem op Jezus leeft. Nee, dat is niet waar. Maar we moeten gewoon rustig blijven. Als we gewoon lekker gewoon bescheiden gewoon een colaatje drinken, want alcohol maakt meer kapot dan je liefdes, lieve mensen. Blijven we gewoon lekker ver van af. Leenspeler Eiken FC. Wat is dit dan? Nee, maar ook alleen speler van Dijk Leenspeler gewoon van van ja. En die man die had er ook bij het zien van mijn team had hij er niet heel erg veel zin in. Schieten wij geen zak mee op. Want wij hebben uiteindelijk nog steeds hetzelfde aantal winst. Hij vertrok wel gelijk. Hartstikke jammer. Maar ja, moeten we weer gewoon opnieuw een tegenstander kiezen. Is uh, dit. Kan koffie inderdaad. Rui Costa. Plakje salami. Komt u maar, Varane. Stop je vinger. Uh, Del Porno. Ja, komt u maar. Ja, prima. Ja, goed draaien. Komt u maar. Ben Ketsen. Neymar. Ja, en dan is hartstikke prima. Dit was wel een Nederlander trouwens. Uiteindelijk een hele knappe goal met Sane, Goed gedaan. 1-1. Wat doen we dan? Lala, de Teletubby. Komt u maar. Ja, Neymar knalt hem uiteindelijk ook gewoon hartstikke lekker in. 2-1 voor... Niks aan het handje, lieve mensen. Gaan we gewoon lekker verder. Poggi, kijk eens. Ja, ja. En dan, ja, als we hem dan eenmaal goed timen met onze man... dan weten we dat het al draken is, hè, lieve mensen. We hoeven niet meer. Hoge, dit is geen hogere wiskunde meer. Dit is gewoon alleen maar timing. En Dat was deze bal. Een keeper die loopt gewoon van links naar rechts. Die denkt ook, okay, ja. Weet je, ik zit wel in deze game. Maar wat moet ik nou met zulke ballen? Nou, en terecht. Wat is Ben Ketsen, dames en heren? Hij heeft een penalty. Wij blijven uiteindelijk niet staan. We gaan naar rechts. En. Uh, Uiteindelijk scoort hij dan die bal. Neymar wegdraaien. Goede goal. een paal. Lekker. Hebben dingetje. En uiteindelijk gaat deze man dan niet vertrekken. Wat super jammer is, lieve mensen. Wat super jammer is. Maar uiteindelijk sluiten we deze pot wel winnend af. Hartstikke lekker. Nou, hartstikke goed team, deze tegenstander. Echt ongelooflijk. En dan is het gewoon heel erg knap. Als je er vervolgens helemaal geen ene zak van kan. Dan heb je zo'n team. Maar dan ben je echt zo ongelooflijk slecht. Daar heb ik er gewoon bewondering voor. Deze man weet gewoon, hé, hey, hoe kan je nou zo'n team hebben, zoveel geld erin stoppen en dan uiteindelijk zo slecht zijn? Ik, ik was niet best op de zondag en dat geef ik ook zelf gewoon hartstikke toe, weet je. Ik ben dan gewoon niet goed en als je dan soms van me wint, nou bijvoorbeeld, dat, ik heb meerdere potten verloren dit weekend, dat, iets meer dan normaal, nou dat is hartstikke prima. Win van me, gefeliciteerd, als we maar een beetje om kunnen lachen. Maar deze man, die heeft dus blijkbaar zoveel geld erin geïnvesteerd... En dan uiteindelijk dat je helemaal niet goed bent in dit spel. Dat snap ik dan niet helemaal. Maar oké, okay, 3-0 voor. Maken we uiteindelijk 4-0. Ja, komt ie? Nee? Ja? Ja. Oh, Ben Ketsen. Kijk eens, lieve mensen. 4-0. En uiteindelijk reeds kunt hij. Hartstikke lekker. Zo'n potje hadden we nodig. Gaan we door naar de volgende wedstrijd, lieve mensen. En dat is toch ook wel. Ja, we waren ook wel beter in de statistieken. Want ja, de nee, Ego's hebben één schot gehad. Maar oké, okay. volgende wedstrijd. En uh, dan zien we toch weer een heel erg goed team. En dames en heren, we treden in herhaling. Want Vochtig Virgil zit wel in de team. En ongelooflijk veel icons. Hazard, Pogba, Balak. Team of the Year, Mbappé. Maar ook deze gast was kapot. Pot slecht! Kon er helemaal niks van. Ik snap niet waar ik het opeens vandaan hou. Op een gegeven moment, als je meerdere potten verliest, dan kom je dus waarschijnlijk zulke teams tegen. Dit is wel echt, echt, echt een kundhoeppunt. Komt nog wel een hele mooie treffer van Mares. Deze gaan we nog even wel breed leggen op Ben Porno. Is wel echt. Moet, mogen we deze bal breed leggen? Ja, ik weet het niet. We doen het toch, dames en heren. En we bellen even met Breuer. Die neemt ook op op de 0909 lijn. Timen deze bal goed. En uiteindelijk vertrekt deze gast ook naar Racequit City. lekker. Word ik keihard van. En dan gaan we, dames en heren, door naar de volgende pot. Ha! Ik heb er zin in, lieve mensen. Doe maar nou is wat. Nou, lieve mensen. Dan gaan we door naar de allerlaatste pot. En dan zien jullie ook wel een lekker team. Ook wel een team dat jullie denken, nou, Sala90, beetje Azar, dat soort dingen. Nou, dat zijn wel aardige spelers. Maar desalniettemin, dames en heren, is natuurlijk onze Delporno keihard, hè, lieve mensen. Dit is natuurlijk een speler die we in de gaten moeten houden. Dat is een speler die het voor ons moet doen. En hier is ook de variatie in de vrije trap. En natuurlijk dan onze vriend van de rug, nummer 69, dames en heren. En die knalt hem er dan ook gewoon in. Staan we 2-0 voor, kan je niet meer uit handen geven. Helemaal wel, let maar op. 2-1, uiteindelijk wordt het nog gekker. 48e minuut, Mares die er tegen de touw aan knalt, lieve mensen. 3-1, gaan ga niet zijn naam noemen, maar we weten allemaal hoe we hem noemen. Onze vriend Mares. 3-2, wordt het nog gekker. Jazeker, 4-2 namelijk. Gaan we niet meer uit handen geven? Nou, ik denk het wel. Hier, is dit een penalty, dames en heren? scheidsrechter vindt van wel. Volgens mij was het al redelijk de bal. Maar ja, blijkbaar, mocht niet baten. Baten Borisov, kutgrap, ga ik niet meer maken. 82e minuut komt hij met Ibrahimovic. En die knalt hier dan ook gewoon hartstikke netjes in. Is het 4-4. Gaan we dus verlengen. Super vervelend. En uiteindelijk krijgt hij nog een strafschop in de 90e minuut. Die we wel pareren. Dan gaan we pas verlengen natuurlijk. En ja, dit is, dit is niet hoe de verlenging voor mij... Uh, dat is niet de ideale situatie. Je ziet aan de statistiek, ik heb wel iets meer schoten. Maar alsnog moeten we wel een beetje... Beter van het spel vertonen. Om uiteindelijk de winst binnen te slepen. En we komen heel ongelukkig 5-4 achter. Gnabri. Echt bizar. Nog nooit gezien in de Weekend League. 6-4 zelfs. Door Zlatan. Komen we wel nog tot 6-5. En dames en heren, dan vraag ik jullie attentie even. 6-5 achter. En we hebben nog één aanval. En dan kijk eens. Oh, de bal verspelen we. Maar dames en heren. We krijgen nog een kans. Sonaldo del Porno. En kijk dan even naar dit schot. En dan moet je het afmaken. Dan moet je ervoor zorgen dat je die pijltjes ook pakt. En focus je nou. En die verliezen we natuurlijk, uiteraard. Dus uh, ja, helaas. Verloren pot. Moeten we nog onze laatste wedstrijd winnen? Om Elite 2 te halen? En dan hebben we toch deze. Jaar de zondag, waarin we zo brak waren. Hebben we dan toch goed afgerond, dames en heren? Gaan we deze pot winnen? Nou, ik kan je vertellen, dames en heren. Deze man die kon er helemaal geen ene pepernoot van. We scoren de 1-0. En uiteindelijk via een corner timed. Kijk eens, dat is wat we graag zien. Sergio, mooi boy, Toyboy. Laat hem niet alleen met moeder Ramos. Die schiet hem erin. En uiteindelijk reeds kwit onze tegenstander. Wat ervoor zorgt dat wij Elite 2 hebben gehaald. Dames en heren, donderdag de Elite Twee rewards. En we hebben nog twee team van de week pakketten. De GA waarschijnlijk als in vorm. Denk ik. Ja, dat moet wel. De, de GA waarschijnlijk als in vorm. En uh, dames en heren, mag ik jullie nog hartstikke bedanken voor het kijken. Je kan abonneren als je dat niet gedaan hebt. We gaan hartstikke hard met abonnees. 40.000 in de maand januari. Help mij dat doel te behalen. En uh, dat zou gewoon ongelooflijk tof zijn. Lieve mensen, hartstikke bedankt voor het kijken. Hele fijne avond nog. Kusje van de Boy.